个牛呀，新年好，新年快乐，新年快乐。Met veel bombarie is het jaar 4709 voor de Chinezen ingegaan. Elk jaar staat een dier met een heel eigen karakter centraal. En dit jaar is dat de draak. Het sterkste dier uit de Chinese dierenriem. Ja, van een draak brengt gewoon geluk. Mensen willen dan dit jaar ook kinderen krijgen. En trouwen onder andere, dus dat, ja. Tijdens de optocht door de stad luiden de leeuwen en de draak het nieuwe jaar in. De leeuwen stoppen zo nu dan bij een winkel, waar een krop sla boven de deur hangt. De krop sla gaan ze pakken en dan spugen ze de sla terug. En dat moet je eigenlijk opvangen en dat brengt zeg maar geluk voor het nieuwe jaar. Zo wijden de Chinezen zeg maar het nieuwe jaar in. De Rotterdamse viering van het Chinese nieuwjaar wordt vanavond afgesloten met een groot vuurwerk.